Ja, die molen moet wat zichtbaar worden. Nou, toen komt Anton met een hele oude plastic zak aan. En daar had hij de afbeelding van de molen op staan. En dat was onze redding. En Marco van Praag, die zei van, oh god, daar kan ik wel wat mee. Nou, prima. Hij zegt, we hebben een laserapparaat. En die foto van die zak, die laseren we op het hout. De nieuwe naam van dit gebied, Haven West, moet een duidelijke relatie hebben met dit gebied. En omdat er geen enkele relatie meer is met de haven, die is dichtgemaakt. Erbij komt dat de gemeente, en daar zijn we ze nog dankbaar voor, die hebben alle straatnamen in dit nieuwe gebied vernoemd naar delen of onderdelen of van de molen. Er bleef er maar één. Unaniem hebben we gekozen voor Molenhoek. Sommigen zijn er toch niet mee eens. Ze zeggen ook van, ja, er is toch wel geen goede naam. Je schrijft het niet goed. Lulkoek. Ik zal jou zo eventjes zeggen. Oké, alsjeblieft. En ik hoop dat het je kracht geeft en dat het je in staat stelt om goede beslissingen te nemen. Goede beslissingen voor Ommen. De Molenhoek. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Mijn dialect is denk ik niet zo perfect. Maar het gaat om het symbool. Kijk, we hebben hier een molen die zijn kwaliteit heeft bewezen. Dat is de molen zelf. Maar ook door het vakmanschap van de molenaar, Anton Wolters. Daarmee worden producten gemaakt die echt in verre omgeving gewaardeerd worden. En afgenomen worden. Je ziet dat als die molen draait en er is lekker veel wind, je hoort hem zoeven, dat de mensen in de omgeving en toeristen een kijkje gaan nemen. En we vinden dat ook ontzettend belangrijk. Want als geen ander weet Anton te vertellen hoe de molen functioneert, wat ermee bereid kan worden en op welke manier producten gemalen kunnen worden. In 2013 waren er een aantal initiatiefnemers. Nou, Johan Willemsen, Harry Woerdink, Harry Olderman en Anton Wolters. Even kijken, waar zie ik hem? Daar. En die hadden in 2013 een verzoek gedaan aan het college van, wilt u alsjeblieft de wijk vernoemen naar de molen? En Johan gaf het al aan. Op zich stond het college daar wel positief in. Maar wilde eerst dat de wijk gebouwd werd. Mijn dank namens de gemeente gaat uit naar de initiatiefnemers. Die ik net heb genoemd. Die hebben passie getoond. Maar hebben ook volhoudendheid getoond. Want als ze dat niet hadden, was het denk ik niet gelukt. Fijn dat jullie zijn. Hoe zijn jullie tot het initiatief gekomen om Haven West de Molenhoek te laten heten? Ik denk dat het gekomen is, Haven West was er eigenlijk al niet meer. Een nieuwbouw komen. En op een gegeven moment was er een prijsvraag, dat stond in de nieuws erom, dat er dus... Dan kon je meeschrijven, dacht ik, op hoe de straatnamen moesten worden hier zo. Dat was onderdelen van de molen, hier van de molen. Die had die man dus ingediend en dat is dus toen ook geworden. Ik denk dat moet eigenlijk in dialect een molenhoek worden. Nou, daar heb ik dus direct met Anton overleg en Anton had natuurlijk helemaal ook, prachtig. De molens in Nederland hebben allemaal termen. Je hebt verschillende soorten molens. Ook in de Nederlandse taal kennen wij molens. We kennen de uitdrukking. Ik heb een klap van de molen gehad. Moet niet doen. Nee, dat is zeker niet. Maar nu zag ik dat de straatnamen van dit gebied. We hebben het over de Stelling, de Bonkelaar, de Wieken. En nu valt me op de naam Bonkelaar. Waar kunnen we dat vinden in een molen? Nou, die zit boven in de kap.
Dus als je nu naar boven zou lopen, kom je eerst het spoorwiel tegen. Die drijft de schijflopen en steenspullen aan naar de molenstenen. Dan komt de koningsspul door de kap, of door de zolder, in de kap terecht. Daar zit een tandwiel omheen en dat heet hier in het oosten een bonkelaar. Bent u trots op een meulenhoek? Ja, zeker. Anders had ik er niet zo achteraan geweest. Die vrouw die zegt, ik ben een en al mollen. Ja. Een en al mollen? Ja, ja, ja. Maar wie zegt hier dan de mollen? Ja. En de mollen dan? Ja, hoe voelt u mee? Ja, het plaatje is compleet. Het heeft misschien wel lang geduurd, wat vanmiddag ook werd onderstreept, vanaf 1913, of nee, 2013. 2013 was de eerste brief die naar de gemeente is gegaan. Ja. Ik heb alles op de... Dus wat dat betreft... Dat het nu vandaag tot stand, en alle respect wat ik zeg, dat de familie op die manier nog bij elkaar is, ja, is natuurlijk ook uitzonderlijk. Want ja, ze zijn ook allemaal op behoorlijke leeftijd. En meneer Wolters? Ja, het is compleet. Het is compleet. Ja. Mooi. Ja, we stopt niet, hè? Wie gooit nog wat deur?